Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb mijn Ferrero boxer binnen. Mijn tweede. En ik ga hem voor jullie unboxen. Meteen even een thumbnail gemaakt. ik heb hem al open gemaakt. Deze keer heb ik dus echt geen flauw idee wat erin zit. Vorige keer wist ik dat er in ieder geval Twin Crowns erin zat. Dat was heel duidelijk. En nu heb ik geen flauw idee. Oh ja, Trials and Retribution is het thema. En we gaan kijken. Als eerste een vlaggetje. Oh, een vlaggetje. Misschien leuk. Oh, dat is een zwaard. Leuk om aan de boekenkast te hangen. Als tweede, sokken. Oh, die komen altijd van pas. En dat zijn, nou ja, sokken, enkelsokjes. Dan. Er staat A Little Adventure. En oh, wat cool. Hier kan ik mijn artprints in doen. Kijk, dit is een boekje waar ik mijn artprints in kan doen. Oh, dit vind ik echt heel tof. Deze vind ik echt leuk. Dit vind ik echt leuk. Oh, oh. Leg het daar even neer. Dan. Hier zit... Oh, dit is zo'n briefopener volgens mij. Kijk dan. Ze hebben hier ook de dog van Jax van Once Upon a Broken Heart. En die wil ik eigenlijk heel graag. Maar ja, die hebben ze niet meer. En die kan ik ook nergens vinden. Maar kijk. Ik weet niet van wie deze dan is. Maar is wel gaaf zeg. Het is een briefopener. Heel tof. En volgens mij zijn we dan alweer bij het boek aangekomen. Dit is de snelste unboxing die ik ooit heb gedaan. Oh nee, wacht. Er zit nog wat in. Zijn het eetstokjes? Zijn leuke zakjes allemaal. Oh, rietjes. Het zijn allemaal rietjes. Oh, daar ben ik wel heel blij mee. Want ik vind... Ja, sorry. Maar ik vind papieren rietjes... Ik bedoel, ik weet dat ze minder plastic moeten hebben en dat soort dingen. Maar ik vind papieren rietjes zo echt... Oh, er zit zelfs een... schoonmaakdingetje bij. En een mooi zakje. Die ga ik gewoon in mijn tas doen, joh. Als ik dan een keer naar McDonald's ga of zo, of naar de Starbucks, kan ik dat vieze papieren rietje er gewoon uithalen. En dan kan ik gewoon mijn eigen rietje gebruiken. Top! En dan hebben we hier het boek. Heel benieuwd naar. Ik heb dus echt geen flauw idee welke het is. Het heeft blauwe sprayed edges. Oh, en er zit een kaart bij van de... schrijver. Ik kan het niet lezen. Het is echt... Komt misschien ook omdat het nu donker is hoor. Het is ondertussen bijna 12 uur. Dat ik dit film. Fairy Scoop. Trials and Retribution. Oh, dit gaat over de auteur. De auteur van het boek is Sonja Mara. Ja, dat vind ik wel leuk altijd. Ze hebben zeg maar een kaart en dan leer je de auteur een beetje meer kennen. Oh, en er staat ook meteen next month's theme op. Dit is het boek. Ik ken het niet. Oh, het heeft weer ook stenciled edges. Ze doen hun boeken altijd wel heel mooi, hè. En blauwe sprayed edges. Er staat op A Fierce Revolutionary, A Desperate Prince. Together they will face the storm or be swept away. Enchanting and Wildly Clever staat erbij. En dit is de voorkant.
de Naked Cover. Het heeft wel, het is makkelijk lezen denk ik. Het wordt een beetje net zoals Once Upon a Broken Heart. Heel benieuwd naar. Ik vind het in ieder geval wel echt, het boek is echt weer heel mooi. En mijn favoriete hoodie, by Fogo. Er stond iets, er staat iets op het toetsenbord. Mijn favoriete hoodie by far, dit boek. Dit vind ik echt amazing. Hier ben ik zo blij mee. Daar kan ik mijn artprints in doen. Die gaat ook straks meteen in mijn boekenkast. En de sokken en de rietjes. Eigenlijk vind ik alles van deze box wel leuk. De rietjes, die komen echt vet goed van pas. Want ik heb een hekel aan plastic rietjes zoals ik ook... Nee, ja. Je moet een hekel aan plastic rietjes hebben, maar ik heb een hekel aan papieren rietjes. En deze vind ik ook echt heel gaaf. Aan de ene kant hoop ik dat iemand hem wil ruilen voor de Dagger of Jax. Tja, dat is toch wel eentje die ik wel heel graag wil. Maar dat komt omdat het de Dagger van Jax is. Of van een van mijn favoriete series. Maar ja, wie weet of ik die ooit nog eens een keer vind. Zit wel in een fancy, fancy tasje. Dus, dat was de box van deze keer van Fairy Loot. Ik moet zeggen, ik vind hem leuker dan de box van de vorige keer. Ik denk dat ik nog één keer een box laat komen. Die zakjes zijn trouwens wel altijd heel handig. Als ik boeken verkoop of zo, dan gebruik ik die zakjes altijd. Er zit nog een boekenlegger in. Van Fairy Loot. Het boek, ja, weet ik niet of ik die ga lezen. Klinkt wel interesting. Maar ja, we zullen zien. Maar de goodies waren in ieder geval, vond ik, leuker dan de vorige keer. Dus let me know wat jullie ervan vonden. Vond je het een leuke video, doe dan even je duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie weer de volgende keer bij de volgende video. Doei!